ik sta erin als een van mijn verre voorgangers, dominee Abma. Die zei altijd van, wij rijkhalzen er niet naar, wij kokhalzen er ook niet van. Meneer Stoffen, welkom. Fijn dat u er bent. We hebben u uitgenodigd om een toelichting te geven op het verkiezingsprogramma. U kent de inhoud als geen ander. Zou u, voordat we naar de inhoudelijke vragen gaan, richting de kijker een korte uiteenzetting kunnen geven van hoe dat nou in zijn werk gaat en hoe zo'n programma tot stand komt? Het kabinet valt, er komen vervroegde verkiezingen. En dan? Ja, dan moet je heel hard aan de slag. En de vorige verkiezingen waren natuurlijk niet heel lang geleden. Dus we hebben eigenlijk gezegd van, wil je nog weer een heel uitgebreid programma schrijven? Dat hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. We hebben eigenlijk op basis van het programma wat we in 2021 hebben gemaakt, gezegd van nou, we gaan eens kijken wat is in die 2 jaar veranderd. En we maken een verkort programma. We hebben 10 speerpunten neergezet. En eigenlijk vanuit die speerpunten zijn we gaan kijken van, en wat zit daar nu zeg maar onder? Ja, dat is eigenlijk gewoon een vrij snel proces geweest. Dat, we zijn als beleid, met de beleidsmedewerkers begonnen. Hebben ook in de partij dat nog een keer uitgezet. Hebben heel wat aanvulling opgekregen. En dat is uiteindelijk vastgesteld door het hoofdbestuur. En het ligt er nu. Ja. U zegt, het was een proces wat vrij snel ging. Hoe komt het dan dat er uiteindelijk geen congres is gehouden? Alle andere politieke partijen die hebben dat wel gedaan. Ja, we hadden wel een congres kunnen houden. Maar als je zegt, van wil je zowel de lijst als ook het programma vaststellen? In onze partijstructuur hebben we een wat specifieke structuur dat... Bij ons zijn de plaatselijke kiesverenigingen zijn eigenlijk aan zet. Ja. En je zou alles daar naartoe gestuurd moeten hebben. Die zouden een eigen bijeenkomst moeten hebben gehouden. En dan daar bepalen hoe kijken we tegen het programma aan. Hoe kijken we tegen de lijst aan. En kunnen we van daaruit nog weer het congres zeg maar in. En dan ook stemmen over dat soort zaken. Nou, het past in de tijd niet. Er zijn alle varianten uitgewerkt. Maar in de tijd past het niet. Dus dan heb ik gezegd, van, dan doen we het zo. Hoofdbestuur stelt vast. De partij adviesraad geeft vooraf een advies. En alle kiesvereniging is wel toegestuurd om nog een zienswijze te geven, maar niet om het officieel vast te stellen. Helder. Maar desalniettemin kunnen we ervan uitgaan dat het programma voldoende draagvlak heeft onder de leden. Wat we hebben gezien, wat we terugkregen vanuit de Partij Adviesraad, dat is een hele brede raad, die stond er echt volop achter. We hebben natuurlijk een paar kleine aanpassingen gemaakt naar aanleiding daarvan. En ook de kiesvereniging hebben allemaal er ook wat van kunnen vinden. En daar waar de goede toevoegingen waren, hebben we dat ook nog even toegevoegd. Dus ja, nee, ik merk dat het programma breed gedragen wordt door onze trouwe, geweldige achterban. Mooi. Nou, hoogste tijd om naar de inhoud te gaan. We wilden graag beginnen met Israël vanwege de actualiteit. U schetst hoe het programma is opgesteld en geschreven. Het was toen nog vredig in Israël. Momenteel helaas niet meer. Zou het, denkt u, verschil hebben gemaakt voor de Israël-paragraaf in het programma als die was opgesteld ten tijde van het conflict wat nu woedt? Ik vind het wel een mooie vraag, want ik heb daar zelf ook naar zitten kijken. Ik moet zeggen, in augustus zaten wij als gezin ook nog in Israël zelf. Dus dat het daar vrede was, in die tijd hebben we ook zelf kunnen ervaren. En dan is het ja, echt bijna onwerkelijk dat het 8 weken later gewoon zo'n oorlog tegen terreur plaatsvindt. En ik heb best veel contact met mensen daar ook. En eigenlijk naar aanleiding wat jullie nu vragen, die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Van zouden we dat anders opschrijven? En ja, ik moet eerlijk zeggen dat onze Israël-paragraaf is altijd al heel sterk. Wij hebben altijd al gezegd van het is nodig dat de staat Israël bestaat om Joden ook een plek te geven waar ze veilig kunnen wonen. En dat dachten ze tot 7 oktober natuurlijk ook dat dat echt zo was. Dus dat speelt mee. En ja, wij zijn een partij met die zeggen wij doen politiek vanuit een open Bijbel. En ja, in Gods woord staan beloften, hè, zowel praktisch als geestelijk voor Israël. Dus nee, ik moet eerlijk zeggen dat je zou misschien een keer een zinsvolgorde iets veranderd hebben of zo. Maar nee, op de inhoud. Staat er wat er staat. En ik denk dat, nou, je ziet ook ons optreden de afgelopen 2 weken in aanleiding van Israël. Ja, dat is stevig. Wij staan altijd echt volop achter Israël. Ja, vorige week was er ook een Kamerdebat natuurlijk over Israël met moties. Het lukt jullie ook vrij makkelijk om van de tekst van het programma naar de inhoud van een motie te gaan. Ja, dat is wat ons betreft helemaal niet moeilijk. En bij ons is er ook geen enkele discussie over van, en hoe zou je dan moeten steken? Nee, absoluut niet. Nee. Ja. U zei net, wij staan vierkant achter Israël. Ja. Dat heeft de SGP inderdaad altijd al gedaan. Nu zie je in de samenleving een hele grote verschuiving in de afgelopen decennia. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan? In de tijd zeg maar dat het begon te wisselen. Ik denk dat het jaren 90 was dat spectrum wat anders werd. Dat was de periode, mijn middelbare school zeg maar. Hè. Ja.
En ik ben op de lagere school, daar was de voorliefde voor Israël, ook van de leraren die we hadden, wat meester Post, die ik in groep 8 had, ja, die prentte ons de Israëlliefde echt volop in. Hè? Dus dat zat er, en dan zie je het daarna, zie je het wat verschuiven. Ik denk dat het misschien ook een beetje komt, je had natuurlijk de grote politieke stroming in Nederland, de christelijke stroming, de liberale stroming, de sociale stroming. En die zagen allemaal misschien wel een soort ideaalbeeld in Israël terugkomen, ieder vanuit zijn eigen perspectief. En met dat die stromen anders werden, de politieke stroming, is misschien ook ja, dat gevoel bij Israël anders geworden. Ik denk dat dat meespeelt. En de Tweede Wereldoorlog komt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Er zijn, ja, voor steeds meer mensen is dat iets wat al heel lang geleden is. En dat toen ruim 6 miljoen Joden zijn vermoord. En dat vandaar er nodig was om een staat Israël ook te stichten om ze een veilig thuisland te geven. Ja, het besef dat raakt wellicht ook op de achtergrond. Dus ja, ik vind het pijnlijk, want het is actueler dan ooit. Dat zie je nu op dit moment natuurlijk ook weer bovenkomen, dat het echt nodig is om een veilige staat te bieden. Ja. Maar ik vind het een heel pijnlijk proces. Ja. Ja. Maar wat zou je daar dan kunnen doen om dat te keren? Ja, kijk, wij als SGP proberen natuurlijk alles al te doen. Hè. Ik heb gelijk nadat bijvoorbeeld op 7 oktober dat was geweest, contact gehad met de ambassade, de Israëlische ambassade. En nou, van hen uit ook samengewerkt om een statement te maken. Ja. En nou, ik vond het echt ook wel pijnlijk dat de steun daarvoor toch relatief beperkt was. Hè. Maar 43 zetels uit de Tweede Kamer schaarden zich daarachter. Ja. Hoe verklaart u dat trouwens? Want wij misten zelf bijvoorbeeld de steun van de VVD, om maar een partij te noemen. Ja, ja. Dat, is daar nog over gesproken? Achteraf? Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Nee, ging echt zo. Eerst zeiden ze van, nou, wij willen meetekenen. Inderdaad was het eigenlijk van, nou, er moeten toch wel 100 zetels zich voegen naar dat. Denk ze, ja, dat daar kunnen ze zelf aan bijdragen dan? Zeker, maar dan waren we er niet helemaal. Dus eigenlijk wel op de inhoud kunnen we er op zich best mee leven. Zullen er ook geen afstand van nemen, desgevraagd. Maar zet onze handtekening er toch maar niet onder. Ja. Ja. Nou, echt inhoudelijke afweging, ja, dan moet je natuurlijk bij de VVD zijn. Maar dat was waar we over spraken. Dus er was niet echt enorme weerstand of zo. Dat helemaal niet. Maar nou ja, als ik hem was, denk ik van, ik heb diezelfde vraag. Waarom zet je niet gewoon de handtekening eronder? Misschien nog even in het verlengde van de vraag van Gerard. Afgelopen week zag je ook zo'n terugkrabbelmoment bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Ja. Zij hadden eerst steun gegeven aan een motie van jullie. Ja. Nou, volgens mij na een vrij grondige beraadslaging, want er zat ook een stemverklaring bij die is uitgesproken voor de stemmingen. Ja. Als ik het goed begrepen heb, zeiden ze achteraf van nu we er door de leden op geattendeerd zijn, is de motie zo geformuleerd dat hij Israël als het ware een vrijbrief geeft om op sommige momenten het humanitaire oorlogsrecht toch een beetje buiten haakjes te zetten. Vond u dat een geloofwaardig argument? Helemaal niet, want er stond zelfs in de motie, ja, ik heb hem nu niet exact voor me liggen, maar dat het ook binnen de internationale rechtsorde moest plaatsvinden. Dus wat dat betreft... Het was vooral dat punt van dat asymmetrische waar zij... Ja, maar goed, dat asymmetrische zit natuurlijk ook voor een deel, dat hadden ze hem ook nog kunnen vragen natuurlijk. Hè, maar onze verwoording daarin was van, kijk, je hebt natuurlijk de staat Israël en Hamas en de Gazastrook. Ja, dat is geen land, hè. Dat is natuurlijk toch een andere samenstelling. Dus daar zit ook een stukje de asymmetrie in. Ja. En het een is een terroristische organisatie, Hamas, en het ander is een rechtsstaat, ook de enige burgers. Democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten. Ja. Dus ja, ik vind het eigenlijk kul argumenten, moet ik zeggen. Maar ik snap het wel, in hun achterban ligt het wellicht heel lastig. Ja. Ja. Maar moeten we dan toch concluderen dat ze slappe knieën gekregen hebben vanwege die achterban? Of? Ja, nou die vraag zou je natuurlijk ook aan hen moeten stellen. Ja. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat je, ik heb het ook nog nooit eerder meegemaakt. Nee. Ik zit al ruim 20 jaar in de politiek, eerst gemeente en nu hier. Dat je een motie steunt, je hebt ervoor gestemd. Ja. En dan ga je een paar dagen later zeggen van, we trekken onze steun toch maar in. Ik denk, ja, je hebt toch al gestemd, hè? Ja. Nou, ik heb wel even te tellen, ik dacht, we hadden het zonder hen, had de motie het gehaald. Ja, dan had hij het ook gehaald. Dan hadden we nog ruim 80 stemmen onder de motie, ook zonder hen. Ja, dus ze krijgen een voetnoot in de handelingen en daar blijft het. Nou, zelfs dat niet, want dat was geweest, hè? Ja. Dus een voetnoot in de krant. Een voetnoot. Ja. Nou, bij ons was het wat meer dan een voetnoot. Ja. Ja. We gaan naar de lezersvraag. Meneer GPP Hogendoorn, die heeft het programma uitgevlooid. Die wil graag iets concreter horen hoe jullie een mogelijke oplossing om vrede te bewerkstelligen voor je zien. En specifiek vraagt hij of er in de optiek van de SGP ruimte is voor zelfbestuur van de Palestijnen, een vorm van zelfbestuur. En wat jullie appreciatie is van het optreden van de kolonisten op de Westbank. Kunt u van die twee dingen iets zeggen? Het zijn behoorlijk wat vragen, maar ik wil daar best iets over zeggen. Misschien wel beginnen bij het laatste, want dan bouw ik hem ook wel op.
Ja. Wat ik zojuist al aangaf, wij waren afgelopen zomer als gezin in Israël. En ik ben er zelf daarvoor ook al geweest. En wij zijn afgelopen zomer ook onder leiding van een christen-Palestijn naar Bethlehem geweest. Want daar kun je met je eigen auto niet inkomen. Dan ben je niet verzekerd. En dan, nou, dat allemaal. Dus we hebben een excursie geboekt. Nou, die man had geen, het was een hele grote groep of een bus vol. En die wist ook echt niet wie ik was. Dus ik was gewoon voor een toerist voor hem. Ja, dat begreep, ja. Precies. Ja, en dat, of hij dat al wist, was zelfs ook maar de vraag. Want iedereen sprak Engels. Maar het aardige was, hij vertelde op een gegeven moment ook. Hij zei, jongens, doe eens even de telefoon weg. En nu ga ik jullie wat politieks vertellen. En hij wees op die Westbank naar een nederzetting. Is een Joodse nederzetting. Hij zegt, weet je wie die gebouwd hebben? Wij, de Palestijnen. Hij zegt, dat doen we ook graag, want we verdienen daar 5 keer zoveel als dat we in ons eigen dorp wat doen qua bouwactiviteit. Ja, zegt hij, ik hoop echt, zegt hij, op vrede. En je kunt ook best, er zijn heel wat Joden die kunnen heel goed samenleven met Palestijnen en andersom. En daar is ook gewoon bij de gewone mensen best een vraag naar vrede. Nou, dat is één, hè? Dat geeft denk ik al best wat weer. Het is niet zo dat iedere Palestijn tegen iedere Jood is andersom. Het zijn ook gewoon mensen, vaders, moeders, kinderen, opa's, oma's, die met elkaar ook het liefst gewoon een zo goed mogelijk leven willen leiden. En er zijn dus ook Palestijnen die de kolonisten daar niet alleen gedogen, maar als een goede buur zien. Zeker, ja, zeker. Okay, ja. Nou, ik ben er ook eerder geweest. Ik heb eerder wel gesprekken gevoerd met mensen op de Westbank. En dat is ook uit beide groepen, ook soms samen. En dan zag ik dat er best veel meer zijn die datzelfde gevoel hebben. Nou, dat is één. En wat je ook ziet, is dat, als ik vanuit Israëlisch perspectief kijk, dan, ik heb ook wel de vraag gesteld van waarom moet nu een arts of een hoogleraar, waar we mee spraken, een Palestijn, elke keer gecontroleerd worden als die weer het Joods gebied binnenkomt? Ja, zeiden ze bij Buitenlandse Zaken in Israël, dat gaat niet om die hoogleraar, dat gaat wel goed. Maar als wij niet elke keer die controles doen, Hamas, zeker Hamas uit de Gazastrook, maar soms gebeurt het in de Westbank ook, maar vooral in de Gazastrook, mensen worden er doorheen gestuurd, bijvoorbeeld een zwangere vrouw die naar het ziekenhuis moet, en dan in de buurt van Jeruzalem. En ja, daar zit dan een boomgordel onder de jurk. Dus om de bescherming, zeg maar, te hebben, speelt dat. Maar daar vandaan, je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat natuurlijk hele nare beelden geeft van zo'n hoogleraar, een Palestijn die zich keurig gedraagt, waar eigenlijk ook helemaal het probleem niet ligt. Daar zie je dat. Het hele probleem zit hem, en ik denk dat we dat wel mogen zeggen, echt bij de leiding van de Palestijnen. Ja. Die zijn corrupt, zijn uit op vernietiging van Israël. De grootste vijand van het Palestijnse volk is echt hun eigen leiding. Als ze daarvan af zouden raken, dan zou je de gesprekken in kunnen gaan om te kijken waar, en hoe kun je nu wel met elkaar gaan samenleven. Ja. En waar zou dat op uit moeten draaien? Op een twee-staten-oplossing wat u betreft? Zou dat een mogelijkheid zijn? Ja, kijk, je zit er nu nog zo ver van af dat, maar dat Palestijnen een bepaalde vorm van autonomie zouden moeten hebben. Dat is denk ik heel helder, hè? Maar kijk, voor mij staat voorop dat voor Joden een echte staat Israël is die gewoon wat dat betreft echt voor hen een veilige plek is. Die enige veilige plek hier op de aarde die daarvoor is. En bijbels gezien hebben ze natuurlijk ook gewoon een belofte voor dat land. Dus dat speelt mee. Maar dat voor Palestijnen, dat je daar ook goed voor moet zorgen. En dat die een bepaalde vorm van zelfbestuur, autonomie zouden moeten kunnen hebben. Ja, dat speelt ongetwijfeld. Maar ja, die twee-staten-oplossing, dat is denk ik nu nog wat mij betreft een brug te ver. Dus, maar zou het op termijn perspectief kunnen zijn dan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk echt, laten we eerst maar eens kijken of de Palestijnen een betrouwbare leiding kunnen hebben voor hun eigen volk en ook voor de Joden. En dan kunnen ze met elkaar in gesprek te kijken waar kun je uitkomen. En dat laat ik ook heel graag daar. Ja. Want ik merk heel vaak dat we van hieruit normen willen opleggen op de situatie in het Midden-Oosten. Ook op andere plaatsen, in Afrika bijvoorbeeld. Dus als je daaraan komt, dan denk je, ja, maar dat is even lekker vanuit onze veilige Nederlandse bril. Maar die situatie daar, die is ingewikkelder. En daar hebben die mensen zelf veel meer verstand van. Laat ze daar vooral ook zelf uiteindelijk uitkomen. Ja, maar op het moment dat er geweld wordt afgezworen, bijvoorbeeld door Hamas of door de Palestijnse leiding, dan biedt dat ook meer perspectieven voor samenwerking. Precies. Dat wordt vanuit zeker ook de Israëlische kant ook benadrukt. Als daar een betrouwbare leiding komt, dan kunnen we met elkaar in gesprek. Ja, ik denk dat we nu genoeg hebben over... Lijkt mij. Dan gaan we door met het gezin. Ja. In het verkiezingsprogramma, meneer Stoffer, pleit u voor een minister voor gezinszaken. Zou het ook denkbaar zijn dat de SGP'er, een SGP'er die post gaat invullen? Ja, uiteraard. We stellen hem voor. En dan moet je ook bereid zijn om op die post plaats te nemen. Dus nee, we zouden daar uitstekende kandidaten voor kunnen leveren. Ja.
Maar dat veronderstelt dat u dus ook bereid bent om na de komende verkiezingen regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Dat was in het verleden wel eens wat anders, werd er wat terughoudend op gereageerd. Cadeausteun, prima, maar regeringsverantwoordelijkheid dragen, dat was altijd een brug te ver. Nou, ik sta erin als een van mijn verre voorgangers, dominee Abma. Die zei altijd van, wij rijkhalsen er niet naar, wij kokhalsen er ook niet van. En zo zitten we hier ook in. En ja, als je kijkt naar peilingen nu en nieuwe partijen die opkomen, dan kan het natuurlijk zijn dat het gewoon echt nodig is dat de SGP verantwoordelijkheid gaat dragen, ook binnen het kabinet. Als dat echt niet anders kan, het is echt nodig. En we kunnen voldoende profiel erin maken, dan zullen we niet weglopen. Maar het is niet dat we denken van, en wij willen nu heel graag of het moet per se. Absoluut niet. Maar stel, de mogelijkheid doet zich voor en u kunt op het gebied van het gezin wat wensen of eisen op tafel leggen. Wat is dan de belangrijkste? Ja, laat ik maar beginnen. Dat is een hele concrete denk ik. We hebben al jarenlang ons druk gemaakt over de inverdiener. En daar zit voor mij toch wel langs. Kijk, er moet veel meer waargemaakt worden. Hè, want met één punt gaan wij een kabinet niet in. Maar als ik zou kunnen handelen, dat fiscale nadeel wat eenverdieners hebben, dat financieel afgestraft worden als je gewoon als vader en moeder voor je gezin wil zorgen. Ja, dat moet echt van tafel. Ja, dat is mooi. Ja. Ik wil nog heel even terug naar het ene punt van regeringsverantwoordelijkheid dragen. Want in het verleden was het natuurlijk altijd zo dat de SGP zei, we kunnen op provinciaal en gemeentelijk niveau best regeringsverantwoordelijkheid dragen. Want dan ben je niet verantwoordelijk voor wetten die landelijk heel moeilijk liggen voor ons. Abortus en euthanasie. Maar op het moment dat je natuurlijk landelijk ook regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen, ben je daar ook op als SGP op aanspreekbaar. Ja, op veel meer dan dat natuurlijk. Hè? Want we hebben het ook over zondagsrust. En ja. Nou, je kunt een heleboel zaken opnoemen. Je denkt, dat ligt best moeilijk. Kijk, op het moment dat er voorstellen komen die op dat terrein verder gaan dan nu, dan natuurlijk nooit. Hè? Dus ook daar zal wat ons betreft op een aantal onderdelen of standstill of verbetering richting onze standpunten moeten zijn. Maar dat is ook de reden dat ik zeg, wij rijkhalsen er echt niet naar. Want er ligt natuurlijk best een moeilijkheid. Aan de andere kant in het land, je noemt het net zelf, hè, van in gemeenten, provincies. Ja, in provincies hebben we nog nooit zoveel verantwoordelijkheid gedragen als sinds dit jaar. We zijn nu in 4 provincies actief met gedeputeerden, ook in dagelijks bestuur. Dus ja, er wordt wel steeds meer naar de SGP gekeken. En niet eens omdat wij enorm groeien. Ja, ik hoop dat wij de volgende verkiezingen enorm gegroeid zijn. Maar ja, door de versplintering en partijen die steeds kleiner worden, wij worden langzamerhand een soort middenpartij. En ook nog een hele stabiele en een betrouwbare. Ja. Dus er wordt wel nadrukkelijk naar de SGP gekeken. Ja. U zult waarschijnlijk door uw oogharen ook gekeken hebben naar de gezinsparagrafen van de andere partijen. Beweegt dat een beetje jullie kant op, als u dat zo inschat? Met welke voorstellen zij komen? Nou, deels. Kijk, ik heb natuurlijk gekeken bij de ChristenUnie en CDA. En zeker met CDA hebben we best ook wat initiatieven genomen de afgelopen tijd rond gezin. Ook moties ingediend. We zijn bezig met het voorstel van de SGP om het gezin in de grondwet op te nemen. Nou, zijn we ook in gesprek met partijen die ik zojuist al noemde en ook breder dan dat. Nou, inmiddels heeft heel de Palland daarnaar gekeken. En die heeft ook met ons aan tafel gezeten en is ook enthousiast over het voorstel. Oké. Heb ik nog één vraag over de alleenverdiener, meneer Stoffer? U zegt, als de SGP een minister van Gezinszaken mag leveren, dan wil ik daar meters in maken. Maar zie je niet juist in de achterban ook van de SGP dat er steeds minder alleenverdieners komen? Dat de tweeverdienerschap daar ook enorm oprukt? Met andere woorden, van bent u een soort roepen in de woestijn geworden, ook in uw eigen achterban op dit punt? Dat is wel mooi. Kijk, wij kijken wat dat betreft naar heel Nederland. En we hebben daar een paar jaar geleden dus onderzoek naar gedaan. En toen zag je dat de VVD die had al 6-7 zetels te danken aan eenverdieners. Dus het is veel breder dan dat. Maar wij zeggen eigenlijk heel sterk van, laat mensen de keuze hebben. Dat het nu misschien ook in onze eigen achterban minder is, dat zal voor een deel zijn dat mensen denken van, we willen het graag. Maar heel veel mensen worden ook gedwongen omdat ze anders geen huis meer kunnen kopen. En dat geeft een vertekend beeld. Dat geeft een vertekend beeld. En ik ken heel wat mensen, SGP'ers en niet-SGP'ers, die zeggen, als wij niet fiscaal afgestraft zouden worden, dan zouden we een andere keuze maken. En daar doe ik het voor. Ja, helder. Gaan we naar de ouderenzorg. De minister die daar onder Rutte 4 verantwoordelijk voor was, heeft ook een reis naar het Midden-Oosten gemaakt, naar Qatar. Dat had alleen niet met de portefeuille ouderenzorg te maken, als ik me goed herinner, maar meer met sport. Zij wilden een ommezwaai bewerkstelligen, hè? Ook in de ouderenzorg, met name de rem zetten op uitbreiding van het aantal verpleeghuisplekken. Als ik door jullie programma heen ga, meneer Stoffer, dan heb ik het idee dat jullie daar niet bijster enthousiast van worden van dat plan. Klopt dat? Ja, dat kun je zo wel zeggen. Ja. Ja.
Want in het programma valt te lezen dat er wat jullie betreft juist uitbreiding van die verpleeghuisplek sprake moet zijn. Tegelijk laten de kosten zien dat bij ongewijzigd beleid dat duur kan worden. En een groot beslag kan leggen op de rijksbegroting. Wordt dat geld dan elders in dat zorgdomein weggehaald? Of welke voorstellen leven daarover bij jullie? Ja. Nou, dat is natuurlijk best. Het is een hele lastig vraagstuk, een moeilijk vraagstuk. Je ziet eigenlijk dat de begrotingen ieder jaar toenemen. Het aantal ouderen neemt ook toe. Maar om te zeggen van, nou weet je, dan doe je niets meer. Ja, dat kan niet. Dus wij zeggen eigenlijk van, je moet ouderen moet je echt laten merken van, je doet er toe, hè? Mensen, wat dat betreft, zetten we ook in op focus op familie. En de familie gaat natuurlijk ook over de generatie die ons vooraf gegaan is. Dus daar moet je goed voor zorgen. Maar dat het veel geld kost, dat is ook helder. En daar moeten we denk ik met elkaar wel heel goed naar kijken. En we zeggen eigenlijk van, doe daar een paar dingen in. Eén, kijk naar of je een heel stuk regelgeving bureaucratie eruit kunt halen. Je hebt nu in grote instellingen vaak zoveel management, bureaucratie, regels enzovoort zitten. Zet meer in op vakmanschap van de mensen die de zorg verlenen. Daar zou je een heel stuk op terug kunnen. En als je in de totale zorg kijkt, dan wordt er ook wel heel veel vergoed waarvan je denkt, ja, is dat nu nog effectief? Moet dat wel? Dus ook daarin zou je inderdaad elders op de zorgportefeuille kunnen kijken. Kun je dingen terughalen? Een screening van het basispakket bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld een belangrijk iets zijn, denk ik, om te kijken van, nou, dan kun je een heel stuk terug. Want ja, de financiële opgave ligt er ook nadrukkelijk. Ja. Daar moeten we ook onze ogen niet voor sluiten. Ja. Maar als je dat uitdrukt in percentages van het nationaal inkomen, ja, moet dat gelijk opgaan met de groei van het nationaal inkomen? Of zegt u van, de oudere zorg mag straks een grotere hap nemen uit die koek die beschikbaar is voor het beleid? Ja, kijk, een nog veel grotere hap, dat zal best lastig zijn. Dus ik denk dat een opbouw die wat trendmatig is, dat op zich goed zal zijn. En ja, je moet ook vooral kijken wat nodig is. Kijk, ouderen het gevoel geven van, je doet er niet meer toe en op wachtlijsten of dat je, ik noem wat, in Nunspeet woont en als je in een verzorgingshuis wilt, ergens in de kop van Zuid-Holland moet een zijn. Een plekje, ja. Ja, dat kan ook niet, hè. Dus laten we echt eens goed kijken met elkaar hoe je dat vorm kunt geven. En je kunt soms ook in de gemeenschap weer dingen doen. Ik kom zelf uit het dorp Elspeet, ongetwijfeld bekend. Maar daar hebben we het Oranjehof. En dan zie je eigenlijk dat je met elkaar en ook met de samenleving kijkt van, hoe kunnen we ouderen eigenlijk, vanaf dat ze stoppen met werken, dat ze eigenlijk ook vrijwilligerswerk kunnen doen en langzamerhand ze opgenomen worden in het geheel. Maar dan hou je de kosten ook redelijk in de perken. Veel management zit er ook niet op. Dus die vormen, en er kunnen ook alternatieve vormen zijn op andere plaatsen, maar daar met elkaar goed over nadenken, dan kun je best een heleboel winnen. En natuurlijk leveren mensen dan ook eigen bijdrage. Als iemand dat kan, moet je daar ook niet, zowel fysiek als ook financieel. Dus dat is op zich wat dat betreft ook goed. Maar we moeten hier echt wel goed naar kijken, maar ouderen niet laten vallen. Laat dat heel helder zijn. En dan was er nog iets over geld weghalen bij de topsport. Ja. Ja. Ja, wat moet dat opleveren? Hoeveel, welke orde van grootte? Nou, welk bedrag exact, dat heb ik zo niet paraat. Dat gaan we zien in de doorrekening. Precies, wij zijn eigenlijk van zet dat in voor de breedte sport. En dan kom je gelijk op van waar kun je besparen. Kijk, het is heel goed voor mensen dat je beweegt, hè? Voor mij, voor u, voor iedereen. Dus zet dat geld daarvoor in. Dan blijven mensen ook langer gezond. Dan worden de kosten van de gezondheidszorg een stuk minder. Dus we zeggen, ja, die topsport, dat is heel veel geld voor een enkeling. En wat ons betreft hoeft dat helemaal niet. Gewoon een beetje gezond bewegen is veel beter. En met die topsport is ook vaak de zondag nog gemoeid. Ja, daar zijn wij natuurlijk ook valikant op tegen. Snijdt het mes van twee kanten. Zeker. Ja. Meneer Stoffer, u zei net al, ik heb de verkiezingsprogramma's van CDA en de ChristenUnie bestudeerd. Als het gaat om de vrijheid van onderwijs, hebt u toen ook wel eens gekeken naar wat de linkse en de liberale partijen zeggen. En wat vindt u daarvan? Verschrikkelijk. Volt wil gewoon stoppen met überhaupt bekostigen van onderwijs op godsdienstige basis. En bijvoorbeeld een VVD en D66 in het Kielzog minstens zo erg. Ja, die willen gewoon echt de inhoud van het christelijk onderwijs uithollen. Ja. Ja, wij zijn daar natuurlijk valikant op tegen. Bewust of onbewust, hoe ziet u dat bij de VVD? Ik denk, voor een deel van de mensen zal het misschien onbewust, maar ik denk dat het echt bewust is. Bewust, ja. En zeer pijnlijk. Vroeger had je Cornille, dat is nog de commissaris van de Koninkrijk in Gelderland, als vroeger woordvoerder hier. Ja. Dat was nu de verdediger van artikel 23. Ja, had het artikel geplastificeerd in zijn borstzakje zitten. Zeker. Ja. En ik zou zeggen, VVD, doe dat nu gewoon niet. Ontzettend jammer. Moet je niet doen.
Ja. Betekent dat het christelijk reformatorisch onderwijs zich zorgen moet gaan maken in de komende jaren? Nou, ik denk dat heel veel mensen die daarbij betrokken zijn professioneel zich al best zorgen maken. Maar zeker, ik zou echt wat dat betreft zorgen maken. En ik denk dat het belangrijkste wapen wat we als christenen hebben is het gebed. Dus ook aan God voorleggen of hij ons daarin een goed vooruitzicht zou willen geven. Een van de springende punten is het toelatingsbeleid. Dat willen ze aan banden leggen. Zou je vanuit een ander perspectief, namelijk vanuit evangelisatorisch perspectief, ook niet kunnen zeggen, het is goed dat een christelijke school een open toelatingsbeleid heeft? Ja, dat is een goede vraag. En op zich, zeg maar, als je een paar leerlingen hebt op een grote groep, dan kan dat ook heel mooi zijn. Ik heb dat zelf in het verleden ook wel gezien. Dat dat echt ook zijn doorwerking hebben. God kan daar ook zijn bedoelingen mee hebben. U hebt dat gezien als leerling, scholier? Als leerling, dat ik dat zag en dacht van wat mooi. Ik was op een school op bezoek geweest in de Hoekse Waard. Ik weet de exacte plaats niet meer. Daar hadden ze een open toelatingsbeleid. Daar paste dat ook goed. Maar op de meeste plaatsen is dat toch lastig. Als je uitkijkt, als de groep te groot wordt en de school is van de ouders, dan gaat zo'n school natuurlijk qua identiteit helemaal verwateren. En dan ben je heel ver van huis. Ik zou zeggen, laat dat nu gewoon aan de gemeenschap over wat het speelt. Maar ga dat niet verplicht maken. Op sommige plaatsen werkt dat goed. Kun je ook het evenwicht goed bewaren. Maar als de identiteit van de school daardoor gaat verwateren en mee gemoeid is, ja, dan is dat, dat moet je niet willen. Nee. Asiel, dan gaan we weer even terug naar de periode kort voor het zomerreces, begin juli, de val van het kabinet. Het kabinet viel op asiel en het viel specifiek op de gezinshereniging. Ja. Partijen werden het niet eens over de vraag, mag je onder bepaalde voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden een rem op die gezinshereniging zetten? Hoe stond de ChristenUnie of de SGP daar eigenlijk in? Van de ChristenUnie weten we dat ze dat een no-go vonden. Hoe is dat voor jullie? Kijk, op het moment dat de aantallen heel groot worden en je kunt mensen niet meer humaan opvangen, en dat was de situatie in Nederland, dan moet je natuurlijk kijken van, je kunt nog meer mensen binnen laten komen. Dat is niet goed. Dus ons standpunt is heel helder. Je moet zorgen dat je een maximum zet op het aantal mensen wat binnenkomt. Inzetten op voornamelijk, laat vooral ook christenvluchtelingen hier naartoe komen. Maar, en dan ook wel de situatie natuurlijk van gezinnen uit elkaar, dat moet je niet doen. Er zitten wel twee dingen in. Je zag soms dat met één persoon die vooruitgestuurd werd, er wel tientallen mensen kwamen die tot hetzelfde gezin behoorden. Een man die weet ik hoeveel vrouwen had. En die had allemaal weer kinderen en dat kwam allemaal hier naartoe. Dat zijn natuurlijk de uitwassen. Maar wij zeggen, humaan is één, zorgen dat het er zoveel zijn dat je mensen ook goed op kunt vangen. En dan zijn de aantallen nu gewoon veel te groot. Dat kunnen we niet aan in het onderwijs, in de huisvesting. Ga zo maar door. Maar op het moment dat iemand hier dan naartoe komt, een man of een vrouw of een kind, ja, dan hoort dat in gezinsverband. Dus een gewoon basisgezin van een vader en een moeder en kinderen. Als het nodig is dat ze hier opgevangen worden, dan moet dat ook gewoon als gezin. Ja, hoe het in het kabinet precies liep, dat is ons natuurlijk de vraag niet over gesteld. Dus dat antwoord hebben we ook niet exact geformuleerd. Maar ik denk dat ik voldoende heb laten zien van waar wij wat dan staan. De inzet van jullie zou zijn. Als ja. Dat, een, dat is gewoon een maximum aantal dat je mensen echt goed op kunt vangen. En als het gezinnen betreft, een vader en een moeder, kinderen horen bij elkaar. En gaat er ook echt een campagne thema van maken? Want uiteindelijk is natuurlijk het kabinet er wel om gevallen. Dus dat is uiteindelijk wel het springende punt geweest. Tot nu toe zien we bij de andere partijen daar weinig van terug. Maar hoe gaat de SGP de campagne in op dat punt? Nou ja, kijk, voor ons is asiel en migratie natuurlijk een van de 10 speerpunten in het programma. Dus, maar ik denk niet dat wij heel bepalend zijn in de campagne van wat worden nu exact de grote punten. Op het moment dat het speelt zullen we dat meedoen. Maar wij zullen dit niet het eerste punt maken. Daar gaan wij toch echt staan voor hart voor kwetsbaar leven. Voor het gezin, de familie en ook een stuk veiligheid in ons land en ook daarbuiten. Dat zijn voor ons echt de belangrijkste thema's. Maar hierop, ja, we hebben er een heel heldere stellingname op. En het is een van onze 10 speerpunten. Ja. Nou, hartelijk dank. Ik denk dat het een heldere toelichting was op de 5 punten die we hebben besproken. Veel succes gewenst in de campagne. En misschien tot slot, de vraag op 22 november is meestal, worden het er 3 of worden het er 4 voor de SGP? De stemmen zijn al geteld, maar ik hoop natuurlijk op 4. Dank u wel. Bedankt.